guys, jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag zit ik hier niet alleen. Ik zit hier samen met iemand die namelijk heel erg verslaafd is aan zombies. Mijn hele scherm is wit, gast. Oké, niet meer. Ik zit hier samen namelijk met de Boy Who Games. Ik ben bijna dood, Ethan! Help! Wat? Ja, ik hoi zeggen. Oh, hoi. Nee, ik zit hier samen met Ethan. Ethan weet best wel redelijk veel over deze map. Dus ik dacht, nou ja, we gaan deze map samen met Ethan doen. We spelen namelijk Origins. En voor de mensen die Origins nog niet kennen, die... Oh, yo. Dat is een echte zombie. Ho, ho. Pak het in. Oké. Blood money. Voor de mensen die Origins niet kennen, lijkt me heel raar. Want het is al sinds Black Ops 2 in de Treyarch franchise, volgens mij. Nou ja, dus eigenlijk, we spelen gewoon op de battlefield met enorme grote robots, met tijdmachines, met staffen en weet ik wat allemaal. Dus ik weet niet wat ik, ja, ik weet wel een beetje wat ik kan verwachten, maar ik heb deze map niet al te vaak gespeeld, dus daarom helpt Ethan mij. Ik weet ook niet wat je hier doet, maar het zal wel. Ben al zo lang weg, hoor je. Jij zegt me niet dat je al perkaholic hebt nu al, hè? Jawel. Ik ben even shopping vriend, ik kan doorrennen. Wauw. Ja, dan merk je al meteen dat je met een zombie pro aan bezig bent, hè? Met zijn shopping vriend. Wat is dit nou weer? Oh, dit is Blood Money, of wat is dit? Rituals of the Ancient, Rickton, Dempsey, Takio en Nicolai. Ja, dat is zombie blood. Als je erin neemt, dan ben je immuun tegen zombies. Ja, dat weet ik dan. Maar ik wist niet. Ja, nevermind. Ik ben een Duitser weer, godverdikke maar. Nee, laat mij! Ben ik? Is het Perkele? Ja. Yes! Jut! Zeg, nu dat ze niet op terugkomen hebt. Ah, je moet je smoel houden. Ja, daar gaan we. Oh, ja, oké, kom maar. Maak jij alles open? Oh ja, het is allemaal gratis, oké. I'm loping with you mee. Want Ethan weet namelijk ook een beetje hoe we de staffen moeten doen. Hier staan. Doe even hier die, ja, maar ik heb geen wapen, wacht. Ja, nice hoor. Je hebt perkoholic, alles is one knife. Oh. Echt, serieus? Ja. Oké, ik zit hier. Wacht, wat moet ik doen? Power the area, oké. En die doet het. Nee, dat ga ik proberen. It is not a simple matter. Ik denk dat het gelukt is. I don't know. Nee, je moet wachten. Wacht, oh, ik moet ook echt blijven staan, joh. Oké. Hij is nu gelukt, denk ik. Generator tour now activated. I was a German boy! Ik wist niet dat dit al een one knife was. Dat is wel vet. Wat wist je niet? Ja, dat je als je die Widow's Mine hebt, dat het een one knife is, zeg maar. Ja, niet altijd. Voor een bepaalde ronde niet meer. Maar nee, oké. Okay. Dat begrijp ik inderdaad. Door het groene spul wat erop zit. Door het groene spul wat erop zit. Loop ik nou serieus gewoon terug of niet? Oh nee. Oh, ik moet uitkijken voor die robots natuurlijk. Wacht, dan moet ik deze aanzetten. Ik maak ze gewoon... wat heb je gedaan? Wacht, welke staf maak jij nu? Oké, ik pak gewoon even alle parts van iedere staf. Oké. Prima. Dat vind ik helemaal mooi, dan hoef ik dat niet te doen namelijk. I guess. Oh, oké, lekker. Dat is... welke is dit? 3 schijnbaar. Huh, maar wat is dat paarse dan? Is dat van jou? Paarse? Ja, ik zie iets van paarse lightning of zo, weet ik veel. Of is dat gewoon omdat de stroom aanstaat? Nu welke generator ben je? Generator 2 nu. Oh, 2. Dat ding heeft paars licht. Oh ja, dat is moeite dat die aanstaat. Oh. Kan je gewoon zien die dig holes? Wat dan? Waar je kan diggen. Nee, nu niet, want ik ben aan het mysteryboxen. Ja, die moet even niet deze ronde afmaken. Even eentje laten leven. Oké, prima. Ik heb een M1927, jongen. Zeg maar, overal zitten van die... ophoogjes met doodshoogjes. Wacht, ik zal even kijken. Als je die deed, zeg maar, met je scherp, heb je het scherp? Nee, je hebt geen scherp. Ik heb geen scherp, nee. Ik haal je wel even scherp, wacht. Ja, bro, wacht, huh, wat? Wat is dit? Hier kon ik iets doen. Ik kon hier iets doen net. Oh, wacht, huh? Ik kon weer wat doen. Oh, hier gewoon, ja. Oh, ik zie het al, ja. Ja, je moet eerst een schep hebben. Ja, maar ik wou net zeggen, maat. Ik ben echt een super grote noep in deze map, hè. Dat wist ik niet. Ik dacht dat jij het nog in. Ja, ik ken wel een paar maps, ja.
Maar... even naar de starter weer gaan. Starter, oké. Ik pak eerst even een andere wapen dan de Gorgon, als je neer vindt. Ja. De MP40. Kijk, een Duits wapen voor een Duitser. Helemaal mooi. Nou, hey, daarom vroeg ik jou helemaal... Oh, wat? Dat is een paard. Ik kon dat denken omdat het sneeuwt. Oké. Okay. Oké. Okay. Moet je oppakken. Ah, ja. Ja, nu kan je diggen. Yay. Ik weet niet of het handig is als ik ga diggen, maar... Jawel, gewoon als het sneeuwt moet je diggen. Tenzij als we alle shit hebben, dan kan je altijd diggen. Als het sneeuwt moet ik diggen? Ja, dan krijg je blauwe stefboards. Dat is ijs. Oké, okay, dus nu sneeuwt het. Ik krijg monies. Ja, zeg maar de kans dat je het blauwe krijgt, is alleen maar sneeuw. Oh, ik heb een part. Oké, oké. Oké, hè? Ik vind het echt knap dat je het een beetje uit je hoofd kent. Want ik snap er echt de ballen van wat ik nu aan het doen ben. Ik zweer het jou. Wat de hel is dit nou weer? Oh, wat? Play audio log? Ja, dat heeft niks met de Easter egg te maken. Oh, dat klinkt wel fijn. Dope. Ja, dat is het enige wat ik erover kan zeggen, man. Jij moet even zeggen als ik geen zombies en zo mag killen, hè? Ja, dat mocht ik net niet, maar mag je wel. Ja, dat dacht ik al, want je liet hem al gaan, daarom. Oh, what the fuck? Wie is dat? Hé, hier ligt iets. Hier ligt iets paars. Als je de Easter egg zo doet. Of als je de Easter egg doet. Ja. Dan release Samantha. Mijn naam is Samantha. Zorg zeg maar dat zij vrijkomt. Ja, precies. Hé, hier ligt iets paars, ouwe. Alleen moet daar boven zijn. Ja, dat is, hoe heet het? Een lightning support. Oké. En willen we die hebben of niet? Lightning is de tweede beste, ja. Is de generator fully operational? Hoe kom ik nou weer bij jou, joh? Ik ben helemaal de weg kwijt. Ja, ik wil van alles, bro. Maar ik moet eerst bij jou zien te komen. Oh, moet ik hier naar boven of zo? Ja, dan ga je links. Of rechts kan ook, en dan ga je... Oh, jezus. Ik zocht al de hele tijd de weg om hier te komen. Ik wist dat hier een paar... Hoe heet het was, maar... Die staat open. Die staat al open, joh. Ja. Ja, bro, ik weet toch niet in godsnaam hoe je dat hebt gedaan. Door al die generators te doen, wat je net hebt gedaan. Oh, oké. Okay. En die Packer Punch gaat weer weg wanneer de generators uitgaan. Die worden aangevallen door van die lichtgevende zombies. Ja, dat weet ik. Oh, gekke robot dan, Matty. Oké. Okay. Ja, wel zo'n dan kan ik wel op zo'n luik schieten, toch? Onder zijn poot. Wat? Dan kan ik toch wel onder zo'n luik onder zijn poot schieten? Ja, dan gaat hij open. Oké. Okay. Wat is dit allemaal? Hier kan je stealth bouwen. Ja, wacht. Parts required, parts required. Holy. Wat ben jij aan het doen? Oh, Zorgen voor de upgrade van de stealth. Jezus, bro, ik weet echt. Jij bent overal heen en weer aan het gaan, gast. Ik weet nog eens hoe je de. Ik wist nog eens hoe je de power aan moest zetten. Ja, dat weten we nu. De power is niet aan. Er is geen power hier. Nee, dat zijn die generators nu, dat weet ik. Precies. Wacht, ik ga die tank dan doen, ja? We hebben trouwens een Maxis drone nu. Dat is gewoon een drone. What the fuck is dat dan weer? Een drone die rondsteekt en mensen kan killen. Alleen die heb je ook nodig om dingen te pakken voor de Easter egg. Oké, ja. Ik volg je, man. Ik volg je gewoon. Als je uitlegt... Het is echt zo geniaal, hè? Dat Dennis tijdens een opname er gewoon doorheen jaagt. Alweer? Ja. Alweer. Welkom, Dennis. Dank je. Dus doe je ook mee met zombies? Nee. Dat is jammer. Morgen weg. Ik ga zondag weg. Waar is die paarse paard nou dan? Nou ben ik bij het stuk waar ik die oh, daar is het paarse paard. Ja, maar hoe kom ik daar in godsnaam dan? Waar ben je? Ja, ik ben op die weg van die tank. Oh ja, je moet via de tank moet je erop komen. Ja, jezus man, maak het nog ingewikkelder. Deze map is ook echt heel erg ingewikkeld. Ik zit alleen maar wat te zeiken, maar ja, we waren er net Kino de Toten aan het doen. Of Nacht de Runtoten, hè? Dat was een beetje te makkelijk. Jezus, die Argus is zo nog mokertjes sterk, zeg. Die wat? Die Argus, ik gebruik die Argus nu.
Ja, die is ook goed. Wacht, ik ga naar die tank, ja? Ik ga die... Oh, wow, joh. Ik ga wel eerst even wachten dat die robot voorbij is. Oh, ik moet daar zielen in verzamelen. Nice. Wacht, kan ik hier... Oh, nee, tuurlijk. Een simpele ziel kan er niet overheen klimmen, hoor. Moeten we ook nog iets met die zielen doen? De zielen? Ja, ik heb zojuist een ziel in een kist gedaan of zo. Oh ja, als je die allemaal... Er zijn 3 of 4 kisten. Ja. Als je die allemaal vollaat, dan krijg je een reward. En dat is zeg maar met je vuistnijven. Dat is een bepaalde move dat je dan... Oh, dat is wel dope. Iemand van weg kan knallen. Hold to dig. Oh, kut, granaat, doei. Oké, ik ga op die tank, ja? Wat moet ik op die tank doen om dat paarse part te pakken? De tank, weet je waar die staat? Ja, ik ben er al. Ja, dan spring je op. Ja, die activeer ik nu. Ja, en dan ga je zeg maar op het... Zie je dat randje staan? Wat een beetje gewoon de rand van de tank. Ja. Ja, daar moet je op staan. Of springen. Learning. Ja. Gewoon aan de zijkant, toch? Ja. En dan moet je zeg maar... waar je net zei van... Hoe kom je daarop? Dan zie je zeg maar een... een platform. Ja. Ja, dan spring je op. En dan volg je gewoon de lijn naar de platform. Oké. Okay. I'm just gonna try. Kom maar, kom op, kom op. Ja, ik moet even wachten, anders word ik doodgereden. Wacht, oké, okay, wacht. Dus. Ja, ik zou het proberen, ik kan niet, dan ga ik het zo doen. Is goed. Zeg maar wanneer ik moet springen hoor. Oh, daar! Daar is dat platformpie. Ja, oké. Dat is goed timing. Oké, okay, oké. Okay. Ready? 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 Huh? Hoezo lukt dat niet? Ik word tegengehouden! Oh, daar! Oh my god, oh my god. Dat platform, ik probeer gewoon vol tegen de rand aan te gaan, namelijk. Ik ben echt een retard, gast. Ik heb zombie blood, dus iedereen komt maar van jou aan. Oh ja, dat merk ik. Ja, de tank is cooling down, namelijk. Easy. Oh, I can open the gate to Gartha. Ik zeg je eerlijk, het verhaal is wel echt super dope hoor. Absoluut. Geen verhaal. Ja, zeker. Ik heb het echt jarenlang gevolgd. Okay. Nice. Trouwens, waar je de tank net geactiveerd hebt, dan staat ook hoe heet dat? Ja, zo'n bench. Ja, toch? Daar ga ik een chill op maken. Ja, daar wou ik net die Maxis drone doen, maar toen dacht ik, doe maar niet, want dan kun je in het midden het beste doen. Hey, slim van mij, hè? Ja, jij bent slim. Ja, echt jongen. Wanneer gaat die tank nou eens een keer rijden, joh? Jezus Christus, ga rijden, man. Je moet zeg maar. Op nog 2 plekken springen, hè? Nog 2 plekken springen? Ja. Ja, vertel even waar dan. Ja, wacht even. Wow. Oh. Ja, die tank gaat zo rijden. Ja, niet activeren dan. Nee, die tank is cooling down. Ja, weet ik, maar als je. Je krijgt niet de optie van wil je rijden. Oh, oké. Okay. Dat kan zo komen zo'n dikke pants op daar. Oh ja, nou ben ik eigenlijk. Hij komt waarschijnlijk bij jou, man. Ja, dat vind ik dus echt heel eng. Gewoon op dat lichtgevende bolletje bij zijn midden. Oh, ik kan weer rijden, man. Ja, nu kun je het niet doen. Ja, kom naar mij toe, bitch. Ik ben er bij. Waar, op het lichtgevende wat? Lichtgevende gele rondje. Lichtgevende gele rondje. Activeer de tank. I'll activate, man. Oh, een beetje aan onze tankvast. Bye bye! Ik hoor dat kreng. Of ben ik nou gek? Nee, je hoeft hem niet. Dat is de tank. Oh. Ik hoor namelijk. Wacht, waar moeten we op gaan springen? Nee, ik moet je wel erbij. Oké. Okay. Je moet zeg maar, zie je dat uitzicht? Hier. Of ja, als het me niet lukt, ja. Bij de kerk, het gebouw daar rechts is een paardje waar je in kan. Oké. Okay. Die panzer komt eraan, bro. Ja, ik heb het gehad, maar ik kan die allemaal nu doen. Oké, okay, nice. Die panzer zit er achterin, hè? Wow, yo! Die springt fucking hoog de lucht in! Klopt. Hij was in één keer gewoon weg! Gekke lancering aan Matty. Oké, okay, ik heb ze. Lekker pik. Ik weet niet voor welk staf het ook weer was, maar het maakt niet uit. Wacht. Lightning. Die staf heb je nu compleet, toch? Nee, ja, wacht. Ah! Ik ben gepakt. Oh, ik wou net zeggen, ik ben gepakt. Ik ga dood.
Ik ben bijna dood! Ik ben dood! Are you fucking kidding me? Hoe kon jij dood zijn? Ja, dat weet ik veel! Ik stond in een fik! Ja, oké, we zijn rond de 9 en hebben we niet eens een pack-a-punch weapon. Waarom gaat dat bitch niet dood? Kan hij niet doodgaan? Tering! Ja, de map is gebukt. De map is gebukt. Ether, als je me niet kan saven, ben je echt slecht. Nou, ga weer. Ik heb alleen een KRM. Are you fucking kidding me? Heb je geen andere wapen? Ethan, ik ga dood. Ethan, ik ben dood. Ethan, ik ben dood. Ethan, ik ben dood. Ethan. Snel, snel. Oh, Niffo! Wat een beest! Oh ja, shit, ik heb natuurlijk geen perkaholic nu. Pak die shield erin, pak die shield erin. Are you kidding me? Ik heb letterlijk geen freaking ammo voor alles. Ik ben dood. Hier is een ding. Ja, ik heb geen perkaholic meer, hè? Ja, dan moet je fixen. Ja, oh, hoe? Nee! Ik heb self-medication. 5 wordt aangevallen. Ja, ik haal Jigsaw, ik haal Jigsaw. Komt goed, komt goed, komt goed. Generator 4. Generator 4? Dat is rechts. Oh, ja. Ja, joh, zet je poot neer bij Jigsaw. Dat ik er net moet zijn. Rot dan met je poot! Oh, ik had hier helemaal niet hoeven zijn. Oeps. Dankjewel voor de ammo. Ja, ik heb 10 generator gesaved. Nice. Ik ren nu voor een speed cola, ja? Ja. Tenminste, ik weet niet waar alles ligt, dus generator 4. Weet je ook niet? Jawel, als je... Hier rechts, ja, hier rechts. Dan ga je de trap omlaag en dan ga je, zeg maar, rechts. Oké. Okay. Zeg maar, als je de trap omlaag komt, rechtdoor. Trap omlaag en dan rechtdoor. Ja, en dan ga je dan links ergens op omhoog. Oh, hier ja, klopt. Oké. Okay. Double tap, waar ligt dat? Double tap. Ik ga wel gewoon zoeken, ja? Ik denk dat ik al weet waar die ligt. Een packetje wapen voor je maken, ja? Voor mij maak zelfs. Ja, dat is een easter egg, een side easter egg. Oké. I mean like be my guest. Er komt nu een Maxitron de lucht in, die gaat zombies killen. Oh leuk. Als het daar gaat sneeuwen moet je zo snel mogelijk alles gaan dekken, want anders dan killt die Maxitron in het einde van de ronde. Oké. Dus wacht even, wat moet ik doen? Wat zei je dat ik moest doen? Oké. We moeten even snel sneeuwen. Ik heb hier een hol. Sneeuw, papi, sneeuw! Het sneeuwt niet. Waarom sneeuwt het niet, Ethan? Omdat het misschien 32 graden is straks. Oh, het sneeuwt. Wacht, waar kan ik graven dan? Bij dikwijls. Ja, dat weet ik. Ja, die moet je zoeken. Ik weet niet. Ik had er hier net eentje. Ja, dat is een granaat. Shit. Ik heb nog een panzer. What the fuck? Are you fucking kidding me? Bro, ik ben nog ineens gecoverd van die andere. Ja, maar hij is achter mij aan het gaan, volgens mij. Doei. Dag. Ik schrik me altijd de pestpleurs van die dingen, jongen. Zo'n pesthekel aan die krengen. Daarom haat ik... Nou, haat is een groot woord. Daarom vond ik deze map iets minder leuk dan alle andere maps. Wat? Omdat deze krengen erin tevoorschijn kwamen. Ja, ik kan nergens digging holes meer vinden, man. Ik heb hem. Hij is leuk. Nice. Nou, hier kan ik ook geen hol diggen. Lekker pik. Oh, hier kan ik heen. Ja, dat is een zombie. Rot op. Hier is een. En Shiva. Bro, hè? Ik weet toch mijn god niet waar ik ben nu. Ik kan geen hols meer diggen hoor.